Hi. Even een video tussendoor. Het is nu zaterdag 5 augustus en de nieuwe Catrice producten zijn al uit. Ik ben even mijn spons aan het prepareren. Dus ik dacht, nou, die heb ik gelijk besteld gisteren. Ik zag ze bij Boosty Shop. Niet alles hadden ze. Volgens mij mis ik een mascara, maar ik heb ook niet alles besteld. Want ze hadden een heleboel lipolie en nagellakjes en nagelstickers. Ik zag een highlighter, die was niet voor mij geschikt. En ik zag nog wat lipglosses en zo in bijzondere kleuren. Maar wat ik wel heb gekocht, ga ik met jullie delen. Als eerste, ga ik mijn bril opzetten. Als eerste heb ik deze brow shapers gekocht. Ik heb wel twee nagellakjes gekocht. Ik heb de Iron Power Nail Hardener gekocht. Dit kan je als basis en topcoat gebruiken. En dan heb ik de Catrice Sheer Beauties Nail Polish gekocht. In de kleur 060 Love You Latte. Dus die gaan we niet vandaag proberen, maar die gaan we proberen. Ik heb ook nog wat van andere merken gekocht. Ik heb van Milani de Stay Put Liquid Lip gekocht in de kleur 020. Nee, 120. En volgens mij heet die dan iets met Breakfast in Bed. Maar dat staat hier dan weer niet op. En op de site hebben ze dan weer wel namen. Maar dat is deze. Die gaat in mijn proberenmandje, want die ga ik niet proberen. Wat ik eindelijk heb gekocht is de Cody Airspun poeder. Maar dan de originele. Dus niet met de extra dekking. Wat ik heb gekocht, wat niet bij de nieuwe collectie hoorde, zijn drie van die Natural Brow Sticks. Ik vind die geweldig, dus ik dacht, ik koop er even drie. Ik ruim ze gelijk even op. Want dan heb ik er maar alvast weer een paar. Ik weet niet of die vervolgd worden. Wat ik heb gekocht zijn Magic Perfectors Cosmetic Tape. Dat kan je bij je ogen doen om zeg maar de vorm aan te geven. Leuk, leuk, leuk. Ik heb gekocht een primer. Een Vitamin VC Fresh Glow Primer. Die was nieuw. Wat ook nieuw was, was de Blush and Highlighter Cheek Affair. En ik heb de kleur 020 End of Friendzone. Ik heb een poeder gekocht. Dat is de Soft Glam Filter Powder. In Beautiful You. Er was maar één kleur van. Ik heb de Endless Pearls Primer. Een Beautifying Face Primer with Illuminating Pearls. Maar dan denk ik, die lijkt verdacht veel op deze. Ook van Catrice. Maar die is dan van de Villains collectie. Daar ga ik nog eens een keer een onderzoekje naar doen. Niet nu, want dat duurt te lang. Of daar dezelfde producten in zitten. Dan heb ik de Soft Glam Filter Fluid Glow Booster. In de kleur 010 Fair Light. En die lijkt echt heel veel op die van Elf. Zelfs het stokje. Maar goed. Ik heb een Magic Shaper Contour and Glow Stick in de kleur 010.
Dan heb ik twee mascara's. Ik weet dat ze er nog één hebben, maar die was er nog niet bij de Boozy Shop. Ik heb de Pure False Lash in black. En ik heb de Pure Volume in brown. Burgundy brown. Noemen ze dat. Ja, 010. Burgundy brown. Ik heb een Hyaluronic Face Mist. Dan heb ik de Catrice Highlighter Hero Duo Pencil voor Eye and Face in de kleur 010 Sunlight. Dit was de meest beetje neutrale kleur, dus niet wit, maar meer huidskleur. En ik heb een aantal lipproducten. Even het doosje wegzetten. Ik heb de Drunken Diamonds in 040 A Girl's Best Friend. Nou, die bestaat al, maar de kleur is nieuw. Helemaal te gek. Dan heb ik de MAC Pro Ink Non-Transfer Liquid Lipstick. Die bestaat ook al, maar dit is 160 Win Every Day. Dit is ook een nieuwe kleur. Dan heb ik de Plumping Lip Liner. Die bestaan ook al, maar de kleur is nieuw. Dit is 069 Manhattan. En de Marblelicious Liquid Lip Balm in de kleur 030 Don't Be Shaky. Dit was de meest nude kleurige variant. Dat was het. Ik heb mijn haar even in speldjes en ik heb al dagcreme op. Dit was nieuw, maar er was ook nog, wat ik zeg, lipolie, heftige kleuren aan, lipglosses en zo. Dat heb ik allemaal niet gekocht. Maar goed, ik kijk even op Boozy Shop als je wil kijken wat er nog meer in de collectie zat. Nou heb ik drie soorten primers. Deze, deze en deze. Die heel erg lijkt op die van Elf. Deze gaan we gebruiken. Dus, dit is de kleur 010 Fair Light. En dat komt voornamelijk omdat ik die van Elf gebruik ik ook als highlighter. Als primer, sorry. Ik moet heel even... Dit is de Eye Primer Lock Grip van Make of Revolution. Even op mijn neus, want ik heb... heel erg last van... ja, dat noemen ze... polken dat pores, dat je allemaal van die putjes krijgt. En daar schijnt eye primer tegen te helpen. Dit gaan we gewoon even inblenden. En het geeft een hele lichte glow. Oké. Concealer hadden ze ook niet, dus ik gebruik de True Skin Jullie willen natuurlijk overal de kleur ook van weten. Ik gebruik de True Skin Hydrating High Cover Concealer in 01 Natural Swan. Even op de ergste rode plekken. En een klein beetje
op de brug van mijn neus. Ik heb een spons. Zo. Ik gebruik de skin tint van de vorige update, van de zomerupdate is die. Ik vind het niet een, laat ik zo zeggen, het is niet mijn favoriet. Maar goed, dat kan gebeuren. Ik moet zeggen, een van de dingen die ik niet lekker vind aan deze foundation, skin tint, noem het iets, is het feit dat ik hem altijd een beetje droog vind op mijn droge, iets oudere huid. Maar met die nieuwe Soft Glam filter eronder, die Glow Booster, valt het allemaal reuze mee. Het is natuurlijk een skin tint, hè? Dus het is niet zo dat ik volledige dekking hiervan krijg. Ik lijk wel heel wit, maar in het echt valt dat echt reuze mee. En ik heb altijd graag meer een wittere basis dan een gekleurde basis. Want dan zie je hier, omdat ik hier heel wit ben, zie je heel erg... even de lach... rimpels. Ja. Ja, nou, met in combinatie vind ik het niet vreselijk. Ik ga mijn ogen even doen met de Essence Brighten Up Powder. Die alweer bijna stuk gaat. Ik gebruik daar gewoon mijn spons voor. En dan zet ik daar ook even zo die lange rimpeltjes mee. Deze gaat bijna kapot. Ja, we gaan eerst de stick gebruiken. Dit is hem en dit is het product wat je krijgt. Dus het valt echt reuze mee. Deze kleur heeft de bronzer. Contour. Het is meer een contour. En dat vind ik niet erg. Oké, ik begin zeg maar hier waar mijn oor eindigt. Waarom heb ik een rood oor? Waar mijn bakkenbaardje begint, zeg maar.
En dan eindig je ongeveer in de lijn waar mijn oog eindigt. En als je hem door zou trekken, kom je uit tussen je neus en je mondhoek. Zo. Dat is ongeveer de bedoeling. Moet ik even kijken of ik hier daar de goede kwast voor heb. Oh, dit blendt echt heel makkelijk uit. Zie je dat? Oh, dit blendt heel makkelijk uit. Even kijken. Ja, ik vind de contour fijn. Dan gaan we de highlighter proberen. Een beetje hier in het midden van mijn neus, op de brug. En op het topje. Nou, de highlighter is een beetje drogig, heb ik het idee. Ik probeer het even met mijn vinger zo op te pakken. Nee, de highlighter vind ik niet zo fijn. Nee. Het is een beetje droog. Het komt een beetje stugjes over. Dat kan gebeuren. Dan gaan we de poeder proberen, want ik heb verder geen crème producten. Dit is de Soft Glam Filter Poeder. Even kijken wat de achterkant zegt. Ondertussen zit ik hier allerlei dingen te verschuiven. De achterkant zegt 010 Beautiful You. Create a radiant finish and soft foaming effect. Balancing mix of shade for a healthy look. Fits all skin tones. Dat vraag ik me af. Jeetje. Ligt het aan mijn kracht of gaan die dingen tegenwoordig zo slecht open? Zo. Want... ik weet niet of je dit op een donkere huid wil. Maar we gaan het proberen. Even kijken. Het matteert. Het blurt. Ja. Normaal naar poeder doe ik de spray van de Action. Dat is deze.
Maar laten we kijken wat deze hyaluronic mist zegt. Hyaluronic acid, pantenol en glycerine. Hyaluronic face mist. Hold the bottle 30 centimeters away from the face and spray evenly. Ja, oké, maar wat doet het? Caution. Keep eyes and mouth closed in case of eye contact. Rinse thoroughly with water. Oh, er staat hier. Hydraterende gezichtsspray. Houd flesje een afstand van 30 centimeter van het gezicht en spray gelijkmatig. Let op. Houd ogen en mond gesloten bij contact. Ogen grondig spoelen met water. Maar er staat nergens bij wat het doet. Aqua propanediol, hexadinadiol, polyglycerine. Nou, ik denk dat het namelijk gewoon een hydraterende spray is en niet per se een setting spray. Dus we gaan kijken, even schudden, of het is een hele heftige spray. Hele aparte geur. Niet vies of zo, maar niet wat je verwacht. Kijken of we het poederige effect een beetje weg kunnen krijgen. Ja, weet je wat het is? Door die... Ik ben helemaal nat. Door die poeder... Ik ben helemaal doorweekt. Door die poeder. Even zo. Die geeft een soft effect focus. Maar dat betekent wel dat dit product komt er niet doorheen. Dus of je moet daar meer van gebruiken. Ik vind het wel mooi hoor nu. Moet ik eerlijk zeggen. Ja, die rode vlek heb ik natuurlijk altijd. Goed. Ik ga heel even mijn ogen tightlinen. Dit is niet van Catrice. En we gaan verder niet een ooglook doen of zo, want... Die producten heb ik niet van Catrice, dus die gaan we... overslaan vandaag, wou ik zeggen. De blush. Deze. Ik ben benieuwd. Daar zit een plakbandje op. Waarom dat dan op de poeder niet zat, dat weet ik niet precies. Ja, dat is dan apart, zeg maar. Hier zit ook een highlighter bij. Wow. Oh hemel, dat is niet mijn kleur. Die andere, die zag er heel erg oranje uit. Is ook niet mijn kleur. Maar dit is niet mijn kleur. Ik pak even een kwast. Even een beetje schoonmaken voor de blush van gisteren nog. Een kwast. Ik dip hem één keer erin. Ja, daar was ik al bang voor. Ik dip hem één keer erin. Is gewoon te donker. Ja. Oké. Als je mijn kleur hebt. Als je licht van huidskleur bent. Voorzichtig. Ik dip hem één keer erin. Dat is genoeg.
Ik vind hem er wel mooi uitzien. Maar voorzichtig, want het is gepigmenteerd. De highlighter lijkt mij gewoon... te donker voor mij. Oh. Valt misschien mee. Valt misschien mee. Oh, valt mee. Valt mee. Ik kan de highlighter gebruiken. Ja. Top. Welke mascara gaan we gebruiken? Ik ga voor de blauwe. Nee. Voor de bruine. Dat is de volume mascara. En dan doen we eerst even... de wimpers krullen. En dan de volume mascara. Die is in Burgundy Brown. Het ziet eruit als een gewoon harenborsteltje. Daar hou ik van. Oké, voor het eerste laagje is dat niet slecht, jongens. Dit ziet er goed uit. Een licht laagje aanbrengen, de eerste. Wat ik vaak doe is het stilhouden en dan gewoon knipperen. En ik weet dat je moet wiggelen en zo, maar... Die vind ik op het eerste oog niet slecht. Als hij nou ook niet gaat smutsen. Hè? Tweede laagje. Wordt iets spinnenpoterig, maar dat... is vaak natuurlijk als je mascara's gaat opbouwen. Ja. Die is oké. Die is echt oké. Die ziet er oké uit. Laat me even opdrogen. Ik denk niet dat ik nog een derde laagje nodig heb. Ik vind dit echt meer dan prima. Dan gaan we de lippen doen. Als eerste de nieuwe lippotlood in ...069 Manhattan. En dit is een twist-up. En er zit niet aan de achterkant nog zo'n slijpertje. Hij geeft goed pigment. Hij is niet heel creamy. Maar op zich geeft dat niet. Want dan heb je kans dat het bij mij wat langer blijft zitten. Ik ga eerst even de lippenstift doen. Dat is deze. Die is zo.
Oh, ik heb de neiging om dit te laten zitten. Ja, heel mooi. Het is een beetje een koelere tint. Maar echt bruin, echt nude. Ja, je moet ervan houden, maar ik vind dit geweldig. Even een droogdoekje. We halen hem even eraf, hè, voor de... Het is een soort lippenbalm. Maar er zitten nog wel glitters in mijn... Ja, mijn lippen zijn nu wat donkerder, want ik heb natuurlijk eraan gewreven. Hier ben ik een beetje buiten de lijn gegaan. De lipstift. Nou, wat vind ik? Wat vind ik? Kijk, hij is heel donker. Dus wat ik doe... Een paar. En uitblenden. Droog snel op. Op mijn hand wat minder. Dit is een nat doekje, dus dat gaat makkelijk af. Goed, hij droogt. Hij is aan het drogen. We gaan even de wenkbrauwen doen. Voordat we teruggaan naar de lippen. Dit is nog mijn oude brow stick van Catrice. Maar deze zit los, dus die draait in de hoes. Dit is de middelste kleur. Dit is volgens mij soft brown. Kijk, want dan wil ik hem draaien. En dan draait die, dat binnenste automatisch mee. Maar... Kijk, soms heb ik de neiging om mijn wenkbrauwen helemaal te doen, zeg maar. Maar dit is gewoon voor iedere dag helemaal prima. Het is net een beetje versteviging, het blijft zitten. Ik vind het helemaal best. We gaan even kijken. Ja, heel klein beetje nog van de randjes. Maar dat is echt niet veel. Echt niet veel. Dan gaan we de lippenbalm gebruiken. Normaal zou ik het zo laten. Dat is deze kleur. Waardoor natuurlijk... Er zit behoorlijk wat weerstand in. Waardoor natuurlijk de liquid lipstick minder lang houdt. Dat is natuurlijk logisch. Van de kleur zie je niet heel veel. Maar het geeft net wel een beetje mooie glans. Hier, in die lijn, hier minder, maar deze lijn is dieper. Ja, ik weet het niet.
Ik ben gewoon geen fan van deze foundation. Ik ga het de volgende keer met de True Skin proberen. Maar al met al zijn er leuke nieuwe... Oh, ik heb ook nog de highlighter. Die hebben een matte kant. En een glimmende kant, die net toen ik het de eerste keer swatchte, gelijk afbrak. Een glimmende kant en een matte kant, zie je dat? Wat op mijn hand een beetje droog aanvoelt, maar wat toch op je ogen best een leuke inner corner highlight geeft. Ja, dat is best oké. Okay. Voelt een beetje droog en stug aan op je hand wel, vind ik. Maar dat is een persoonlijke mening. Ik ga niet de tape gebruiken, want ik heb geen nieuwe oogschaduw. Dus ik laat het even hierbij. Wat vind ik van de soft glow? Ja, leuk, maar niet zo glowy als die van Elf. Dus je moet er of meer van gebruiken, of je moet het bijvoorbeeld over je foundation gebruiken als bijvoorbeeld highlighter. De Hyaluronic Face Mist is wat het zegt, een face mist. Het houdt niet, denk ik. Het is denk ik geen make-up setter. Maar goed, het is gehydrateerd, ja. De blush. De blush is mooi, maar erg gepigmenteerd. De highlighter is wel prima. De mascara. Ja, ik vind de mascara echt geweldig. Ziet er heel goed uit. Wat hebben we nog meer? De Drunken Diamonds. Prachtig. Ga ik nog een keer gebruiken. Zeker. De Shape Stick. Magic Shaper. Ja, leuk. Goeie kleur. Blendt goed uit. De highlighter die erbij zit, die is een beetje droog, vind ik hem. De Highlighter Hero, leuk voor in de ooghoeken, op de wangen, zou ik niet doen. De lippotlood, mooie kleur, goed pigment, niet heel creamy, maar dat vind ik niet erg. De matte lipstift, ja, droog goed op, is transferproof. Wel een hele donkere kleur, dus goed blenden. En de lippenbalm, ja... Mooi op zichzelf, mooi hier overheen, een mooi nude dingetje. En het ziet er leuk uit in zo'n marble-achtig. Ja, de brow sticks die ik had gekocht, joh, dat is een oud product. Kijk, dat is voor mij prima. Ik zal mijn speldjes even eruit halen. Ja, dit is bij mij heel erg kroeselig omdat het grijs aan het worden is. En dan blijkbaar gaat mijn haar daar dan kroezen. Ik weet het ook niet. De andere primers die ik heb, dat waren die Pearl en die Vitamine C. Ja, die heb ik dus nog niet geprobeerd. Dus dat komt nog. De nagellak komt ook nog en die krijgen jullie dan wel eind van de maand, want... Ik heb nu niet mijn nagels gelakt. Ik kan misschien wel even. Dit wordt een hele lange video. Even één nagel met de kleur doen. Kijken wat de kleur doet qua... Het geeft een heel licht bruin effect. Zie je dat? Wel heel mooi hoor. Die ga ik morgen gebruiken. En dan laat ik dat even weten, eind van de maand, wat ik daarvan vind. Net als van de tape en de andere false lash mascara. Dat was hem. Dat waren alle nieuwe Catrice producten voor herfst winter 2013 op 5 augustus. Ik ga hem heel gauw uploaden, zodat jullie hem vandaag nog zien. En dan veel plezier. Op 5 augustus al een herfstdingetje. Ik hoop dat ik de eerste ben. Dat zou ik echt onwijs gaaf vinden.
dat nog niemand ermee gepost heeft. Ik heb het allemaal gevonden op Boozy Shop. Er staan ook op de vlog van Verdraaid Mooi. Staan de producten allemaal genoemd die nieuw zijn. En daar staat ook een hele beschrijving bij. Daar heb ik het voor de allereerste keer gezien. Ja, nou, bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer. Doei!